guys, Job hier, ik hier de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En welkom bij deze Minecraft Deathrun mini. Gaan wij proberen om te overleven in de minigame Deathrun. En dat gaat waarschijnlijk een hele fucking uitdaging worden. Maar we gaan natuurlijk wel ons best ervoor doen. Dus jongens en meisjes, oh shit, doe alvast even een dikke vette like op deze video. Dat zou ik super nice vinden. Dan weet ik namelijk dat jullie meer van dit soort minigames op mijn YouTube kanaal zouden willen zien. En hier ga ik waarschijnlijk naar beneden vallen, of niet soms. Ah nee, fuck man. Oké, daar ga ik. Nu ga ik hem halen. Oh yes, bitch. Ik ga in deze minigame waarschijnlijk ook nog even iets anders spelen. Ik denk dat ik Deathrun ga doen en dat ik Skywars voor jullie ga doen. Ik vind namelijk beide minigames leuk om te spelen. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus ja man, let's go. Ik vind het tot nu toe allemaal niet al te moeilijk, to be honest. Misschien dat het zometeen wel een stukje moeilijker gaat worden. Maar dat zien we dan wel. Ik denk dat we hier zo moeten zijn op dit moment. Hier doorheen moeten gaan. En oh my god jongens, we zijn wel echt insane lekker bezig op dit moment. Ik heb echt niks te klagen. Het zou best wel cool zijn als ik dit gewoon zou kunnen gaan winnen. Oh hier, dit weet ik hoe dit moet. Dit is niet heel moeilijk op zich. Wat? Iemand is al klaar? Nee. Of is dit het einde? Nee, dat kan toch niet. Hoe kan iemand nu al klaar zijn? Hé man, die guy die heeft mad gecheat. Ik geloof niet dat je nu al klaar kunt zijn met dit potje Deathrun, man. Ik geloof dat gewoon legit niet, man. Ik kan daar gewoon niet bij met mijn hoofd. Weet je hoe aan... Ik ben al zo aan het strijden. Oké, nice. Misschien ben ik tweede geworden. Ik bedoel, dat zou ook wel een redelijke prestatie zijn als ik tweede ben. Dat is op zich ook wel... Ja, toch wel iets, weet je wel. Als je tweede kunt worden in Deathrun, dan ga ik toch niet over klagen. Dus laten we dat hopen, man. Laten we hopen dat ik tweede ben geworden. We gaan er zo meteen achter komen. Ondertussen kunnen wij dan nog een beetje door parcouren. In de hoop dat we nog wat beter worden dan we al zijn. Ja, niet dat ik heel goed ben in parcours, hoor. Dat valt ook hartstikke mee, eigenlijk. Maar je weet toch, ik doe mijn best. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik wil nog gewoon een beetje rondkijken in deze map van hoe het er nou eigenlijk uitziet. Ik vind het wel een leuke map. Het is wel een mooie map. Over 10 seconden, jongens, is de Deathrun minigame afgelopen. En dan komen wij erachter of we misschien dan toch nog tweede of derde zijn geworden. Ik snap echt niet hoe snel iemand wel niet klaar was in het potje, man. Dat was echt letterlijk next fucking level. Oké. Yes! Ik ben derde geworden! Woe! Dat is op zich niet heel goed, maar het is ook niet heel slecht. Je weet het toch? Dus laten we even naar een andere server toe gaan. Ik stem voor de Hypixel server. Let's get it though. En laten we gaan voor iets heel erg leuks. Laten we namelijk weer eens een keer gaan voor Build Battle. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik dat voor de laatste keer heb gespeeld. Dus ja man, ik hoop dat jullie ready zijn. Even lekker een potje Build Battle. Ik ben niet de beste in Build Battle, laat ik dat even voorop stellen. Maar ik vind het altijd wel echt super leuk om te doen. Ik vind het leuk om te bouwen in Minecraft. En ja man, ik ben heel erg benieuwd wat voor dingen we vandaag moeten gaan bouwen. Let's go. Oké, we mogen kiezen. Waar willen we voor gaan? Een tafel, het Wilde Westen, Solar System, een muis of een dinosaurus? Ik ga voor het Wilde Westen, man. Nee, ik ga voor een muis, man. Ik ga een muis proberen te maken. Dat wordt waarschijnlijk al een drama op zich, man. Oké, wat is het? Muis. Oké, daar gaan we. Moet ik even een beetje wol hebben. Een beetje grijsachtig wol. Ik vind dit wel een mooie kleur grijs. Moet dit hebben. En ik moet dit hebben. Oké, nou, daar gaan we hoor, jongens. Een muis. Ik ga dit echt gewoon totaal niet kunnen. Maar je weet toch, soms moet je het gewoon even proberen. Dus we gaan er gewoon voor. Oké, hoe ga ik dit doen, jongens? Jullie denken misschien van, Job, jij een muis maken in Minecraft. Dat klinkt even onrealistisch als een maan of een man die op de maan landt. Wat inmiddels natuurlijk al lang is gebeurd. Dus zo onrealistisch is het allemaal niet, jongens. Je moet het gewoon even een kans geven. Nou, daar gaan we. Zo. Nou, dit is toch mooi. Dit is toch een mooie muis, is dit. Het lijkt echt helemaal nergens op, jongens. Jullie hoeven het mij niet te vertellen. Ik ben er al lang van op de hoogte dat het helemaal nergens op lijkt. Nou ja, ik vind het nog niet zo heel vreselijk, to be honest. Zo, dat worden ze ogen. Wat heeft een muis? Die heeft toch oren ook? Of, ja, tuurlijk heeft een muis. Waarom zei ik dat? Waarom heb ik zojuist aan jullie gevraagd of een muis oren heeft? Dat is toch redelijk vanzelfsprekend. Oké, zo. En dan een snuit. Heeft hij ook een... Ja, dat is mooi. Oh nee, kut, wat doe ik? Oké, rustig even, Job. Even rustig. Lijkt dit op een muis? We maken het even in twee lagen. Dan is hij wat meer driedimensionaal, zeg maar. Ik weet niet of dat beter eruit ziet. Maar ik denk het zelf eigenlijk van wel. Maar dit ziet er op zich wel decent uit. Het is gewoon een muis. Kunnen we er nog iets aan toevoegen? Misschien van die tandjes, dat hij die moet hebben? Ah, hij heeft natuurlijk wel tanden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is een freaking muis. Nee, dit maakt het alleen maar kut, man. Pootjes. Hij heeft pootjes, toch? Nee, kut. Hoe maak je dat? Gewoon echt letterlijk zo, toch? Hij heeft geen zes, maar hij heeft gewoon twee pootjes, toch? Ah, kut. Wat ben ik allemaal weer aan het doen? Ik weet het al. Zo. Kut. Dit is de grootste mislukte muis ooit. Oké, maakt niet uit. Wat ben ik aan het doen, jongen? We doen het ook gewoon aan deze kant, man. Misschien ziet het toch wel decent uit zo direct. Oh, jongens en meisjes. Jullie moeten mij echt nooit een muis in Minecraft laten maken. Oké, kaas. Spons. Dat is perfect. Want ik bedoel, een muis die houdt van kaas.
En dat geven we hem dan natuurlijk ook. Ik bedoel, we zijn een hele aardige muizenfokker. Is dat überhaupt een bestaand beroep, jongens? Een muizenfokker? Laat het hier beneden weten in de comments. Vast wel. Overal valt wel geld mee te verdienen. Dus dat moet vast wel een beroep zijn. Oké, zo. Dit moet kaas voorstellen. Nou, dit is de meest mislukte muizenhoot, jongens. Aanschouw hem even goed. Dit ziet er echt niet uit. Ik heb nog 2,5 minuten over. Wat kan ik nog doen? Ik zet er wel even wat hooi bij. Ik weet niet of dat logisch is bij. Dat is helemaal niet logisch bij een muis. Dat is gewoon totaal niet logisch bij een muis. Maar ja, weet je wat het is? Ik doe ook maar wat, weet je. Dat is het een beetje. Ik doe eigenlijk letterlijk ook maar wat. Oké, zo. Hop, 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 hop. Zo. Dit is gewoon een muis. En hij houdt van zijn leven. Wacht, misschien dat we even... Zo, ja. Zo. En kunnen we er niet wat dieren bijspannen of zo? Want ik heb echt geen idee wat ik nog zou kunnen doen. Wat kan ik... Ik weet niet. Ik heb nog tijd over. Ik maak wel een achtbaan ervan. Nee, wat moet ik doen? Ik heb nog 2 minuten over. Ik kan nog wat doen. Maar ik weet niet wat. Nog een muis? Nee, dat is niet logisch. Niet nog een muis. Ja, nou, dan ben ik klaar. Dan is dit het. Dit is mijn whole thing, man. Wacht, ik heb een leuk idee. Misschien dat we in die muis iets kunnen gaan bouwen. Dat mensen in die muis kunnen gaan kijken. Dat is toch gewoon een kut. Kan dat? Dat moet toch kunnen? Ja, dat kan. Dat is leuk. Dat is cool. Dat vind ik cool. Dat vind ik legit heel cool. Oh, kut. Zo? Nee, kut. Dat kan niet. Oh, kut. Oké, hier misschien? Ja. Oké. Wat gaan we neerzetten? Carpets. We zetten eerst carpets neer. Zo. Hop. En dan zetten we een tafeltje gaan we maken. Hoe doe je dat ook weer? Met een fence doe je dat, geloof ik. En dan met zo'n pressure plate. Daar kun je, geloof ik, een tafel van maken. Voor zover ik dat ooit heb mogen vernemen uit Minecraft. En dan gebruiken we een ster. Van oakwood gebruiken we om stoeltjes mee te maken. En dan plaatsen we nog even lekker gezellig een furnace. Die plaatsen we hier. En dan plaatsen we nog een crafting table. Die plaatsen we... Nee, laten we die hier zo plaatsen. Dat is beter. Dus furnace die komt daarachter. Zo. En dan doen we nog even een andere kleur carpet. Laten we zeggen geel. Vloekt een beetje met elkaar, maar dat is hartstikke mooi. En dan plaatsen we er hier achter. Achter plaatsen we er nog één. En dat doen we van... Welke kleur doen we dat? Rood. Zo. Nou, jongens. Dat is toch mooi. Dat is toch helemaal fantastisch dit, of niet? Of ligt het aan mij? Waarschijnlijk ligt het aan mij. Het ziet er, geloof ik, echt totaal niet logisch uit. Oh, wacht. In die kaas kunnen we nog iets bouwen, of niet? Kan dat? Ja, dat kan. Oké. Ik ga gewoon verschillende soorten kleuren carpets doen. Gewoon een soort van mini-disco, toch? Ik ga het gewoon doen. Misschien dat mensen dan denken van... Nou, deze jongen is wel een beetje creatief, weet je wel. We geven hem een extra puntje of zo, ja, toch? Dus dan doen we hier een ding. Disco. Disco. Oh, kut, wat doe ik? Disco. Zo. Nice. Disco. Disco. Nou, jongens. Hey, dat is toch mooi? We kunnen in de muis, je kunt in de kaas. Je hebt een disco kaas, je hebt een woonkamermuis. Ik vind het helemaal, ik vind het fantastisch. Ik vind het helemaal prima. Nu is het natuurlijk hopen dat hun het ook prima vinden. Oh, nou, dit is kut. Dit is gewoon, ik kan natuurlijk wel iedereen slechte beoordeling geven. Maar even no joke, dit vind ik wel echt gewoon poep. Dit lijkt niet eens op een muis. Dan is die van mij, vergeleken met die was die van mij wel echt even een kunstwerk. Deze. Deze is wel decent. Deze vind ik wel oké. Ik vind hem niet heel goed, maar ik vind hem wel oké. Tot nu toe vind ik die van mij wel best. Oh, nee, toch. Shit, ja, deze is gewoon legendary. Deze is gewoon fucking vet. Shit, man. Ja, aan de ene kant moet ik blij zijn voor die persoon. Ah, shit, man, deze is ook goed. Of nou, tenminste is deze ook mooi. Ik weet het niet, ik ga even van dichtbij bekijken. Ja, deze is ook goed. Shit, man, nu voel ik mezelf in één keer ondergewaardeerd. Ik heb nu het idee dat die van mij echt heel kut is of zo. Maar deze is gewoon super poep. Kunnen we überhaupt naar binnen? Ja, iedereen is al zo aan het kijken. Want hoe kunnen we nou naar binnen? Wat de fuck moet... Oh, een muis. Een oh, die guy. Die guy die dacht letterlijk muis als in... Muis, dus die had letterlijk een muis, een computermuis gemaakt. Oh my god, no way man. How can you do that? En deze dan. Wat? Oh, daar is de muis. Oké, die vind ik wel oké. Ik vind hem niet heel goed, maar ik vind hem nog wel te doen. Waarschijnlijk komen we zo direct bij die van mij aan, jongens. Oh nee, nog steeds niet. Deze is van No Hacks, Just Easy YouTube. Jezus, wat een naam. Ik vind deze een beetje slecht, man. Ik voel hem niet echt, zeg maar. Ik weet niet of jullie hem wel voelen, maar ik heb geen idee. What the fuck is dit? Het lijkt wel op een soort van... Ik weet niet eens wat dit moet worden. Dit is gewoon super poep. Ik kan niet eens zien wat het is. Snap je? Als je niet kunt zien wat iets is, dan weet je dat het niet goed is. Oh, deze leek heel even op die van mij. Nee, deze vind ik een beetje poep. Deze is gewoon nageaapt van die van mij. Nee hoor, dat valt ook wel weer mee. Maar ik vind deze niet heel mooi, eerlijk gezegd. Ik vind hem een beetje tegenvallen. De volgende, wat is dit? Dit is ook een muis, uiteraard. Maar lijkt het op een muis? Het lijkt niet echt op een muis, jongens. Ik vind hem een beetje poep. Tot nu toe heb ik natuurlijk wel 1 legendary gegeven. Dus het is niet dat ik iedereen een slechte rating geef. Alleen... Oh, deze is mooi. Ja, deze vind ik wel. Deze is wel decent. Deze vind ik niet epic. Aan de ene kant vind ik hem wel epic. Ik geef hem gewoon epic. Ik gun hem gewoon even, jongens. Ik gun hem gewoon even een goede rating. Deze is daarentegen nice. Gaan mensen al naar binnen. Je kunt naar binnen. Go in. 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 Kun naar binnen. Oh, nou ja.
Ik hoop dat ze hem een goede rating hebben gegeven, jongens. Wat de fuck moet dit voorstellen? Oh, deze guy heeft ook een muis gemaakt. Nee. Ja, weet je, ik vind het lullig. Ik vind het zo lullig dat ze het niet hebben begrepen dat ik hem gewoon een goede rating geef. Weet je, ik vind het gewoon fucked up voor hem. Wat is dit? Nou, dit lijkt meer op een zebra of zo. Of nou, zebra. Ik weet niet waarom ik hier een zebra in zie. Maar het lijkt in ieder geval niet op een muis. Ben ik derde geworden? Ik ben dertiende geworden. Wat? Nee, man. Dat vind ik, dat klopt niet. Ik kan niet dertiende zijn geworden. Dat zou betekenen dat ik bijna laatste ben geworden. Terwijl ik echt niet de allerslechtste van allemaal had, jongens. Nou, in ieder geval, laat jullie mening over mijn bouwwerk. En natuurlijk welke plek ik zou moeten krijgen hier beneden weten in de YouTube comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie feedback. Het was je boy Dutschuber. Wil je meer minigames op mijn YouTube kanaal zien? Laat het dan even in de comments weten. Doe een dikke vette like. En tot de volgende keer. Adios.